Welkom, we zijn vandaag in de Tweede Kamer voor de 36e editie van het Model European Parliament. En hier werd vandaag de dag afgetrapt door Tom van der Lee. Goedemorgen, van harte welkom hier in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hart van onze democratie. Je kunt echt een verschil maken in de politiek. Ik hoop dat jullie dat vandaag doen, maar ook in de toekomst gaan doen. En geïnspireerd worden door elkaar, door debatten en door het belang van de democratie. Nou, dat is het grootste applaus dat ik ooit in deze zaal heb gekregen, dus dank jullie wel. Dan zou ik nu willen vragen of er een speech is voor de resolutie. Ja, MEP was wel echt een hele leuke ervaring. Je leert allemaal nieuwe mensen kennen en je leert jezelf ook vooral goed kennen. Ik denk dat dat juist het belangrijkste is van MEP, want je leert jezelf ontwikkelen. Je moet duiken in vraagstukken waar je eigenlijk helemaal niets over wist en dan denk je van, oh, dit is eigenlijk wel een leuk interesse, ik wist niet eens dat ik die had. Of, oh, ik heb blijkbaar een verborgen talent, dus dat vond ik het leukste aan MEP. Jullie allen mogen zo gaan stemmen over een resolutie die niet enkel de economische belangen van Europa verdedigt, maar ook het welzijn van de wereld waarin wij leven. Als eerst wil ik de delegatielid bedanken voor het amendement en de mooie speech. Ik denk dat beleidsmakers echt heel goed kunnen luisteren naar jongeren. Zeker aangezien wij heel vaak met nieuwe ideeën komen. En dan ook hier weer tijdens zo'n week zie je dus hoeveel goede oplossingen de jongeren komen. Wat voor invalshoeken ze hebben. Gedelegeerde van Nederland. Maar wat de commissie niet heeft meegenomen is dat doordat boeren meer zullen focussen op eiwitrijke gewassen, zullen boeren het telen van andere gewassen laten vallen. Wij stimuleren boeren en landen om eiwitrijke gewassen op te nemen in hun gewasrotatie, omdat dit juist de biodiversiteit bevordert. We hebben elkaar deze week geholpen door vooral elkaar dingen te leren, maar ook tijdens de commissievergaderingen om compromis te sluiten. Want soms dan hebben twee mensen heel verschillende meningen en willen ze heel iets anders. Maar uiteindelijk moet je wel samen één resolutie schrijven. Ik heb denk ik geleerd dat ik minder aan mezelf moet twijfelen. Ik stress heel veel van tevoren en dan ben ik in het moment van nou, daar was die stress ook weer net niet voor nodig. Of is het zo dat ze voor de ultrasubsidies gaan? Want OC7 bestaat al. Is hier een reactie op vanuit de commissie? Reageer van Malta. Voorzitter, op dit moment worden er nog steeds mensenrechten geschonden in die landen. Het oude orgaan werkt niet goed en daarom hebben wij een nieuw orgaan voor een nieuwe frisse start om alles beter te maken. Zou ik nu graag u de tijd willen geven om te overleggen over de stemming? Dan kom ik zo bij u terug. Delegatie van Denemarken stemt 3 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen. De delegatie Slovenië stemt 3 voor, 5 tegen, 0 onthoudingen. De resolutie keurt is met 112 stemmen voor, 18 stemmen tegen en 10 stemmen in onthouding aangenomen. Er mag gefeliciteerd worden. Het is heel raar dat je hier komt en dat je mensen ontmoet waar je eigenlijk anders nooit zeg maar, een gesprek mee zou kunnen hebben. Ja, het is natuurlijk, elke MEP-week is weer anders en het blijft natuurlijk altijd leuk om al die mensen weer te zien in de Tweede Kamer. Als mensen twijfelen om mee te doen aan MEP zou ik zeggen, doe het sowieso. Het is een geweldige kans, ook als je nog niet veel hebt met debatteren of niet veel weet over de politiek. Je leert het snel genoeg en het is een superleuke ervaring. Ik raad het iedereen echt van harte aan.